Wil team nummer 32 zich melden bij een wedstrijdavond? Wil team 32 uit het promotietoernooi? Thank you.
tweede vorm is allemaal hobby, hè? Wil team nummer 19 van het promotietoernooi zich naar de wedstrijdtafel begeven? Thank you.
Batavia, Bhutan. Hij zit live tegen kijken. Ja, even live gaan kijken, hè? Beetje leuk, hè? Hey. Ja. Een beetje slecht commentaar alleen. Nou, als je dat goed weet, alsjeblieft. Helemaal. Alleen, klopt niet, want hij is nog steeds aan het gooien. Wat? Hij is nog steeds aan het gooien. Ja, hij doet het wel, loopt hij? Ja, hij loopt goed. Hij loopt gewoon een beetje achter, een minuut. Ja, nee, daar helpt hij. Seconden. Dat is in verband met de naakte vrouwen die je uit kan zenden en dan kunnen ze ingrijpen. Dat is juist die wij uitzenden, hè? Gewoon taal gebruiken. Kunnen we weggecensureerd worden? Ik wil wel heel pas niet meer mee zien kijken trouwens. Ik heb 14 viewers. Wil equipe nummer 7 uit het licentietoernooi zich begeven naar waar een of een carrière uw tegenstander wacht op u? Ustream, gebruikt u of niet? Heb je nog draaien of niet? Heb je nog draaien? Wakker worden, Peep. Aanpak finale. Is dat niet slecht? Ja, is dat goed, of niet? Al die viewers denken nou van, hé, dat kan nooit. Ja, dat kan nooit. Typo. Ja, was andersom, sorry. Ik zou er een 13-13 van maken. Ja. Ja, ik heb alweer al. Nee. Wel goed. Ligt aan je telefoon. Ik ga hem aanklagen, hè? Misinformatie. Tom en Marion van S, er wordt op jullie gewacht bij de wedstrijdtafel. Maar kan ik de tekst maar zo even uitzetten waar je mag leggen? Kan ik hier klikken? Ja, tekst is hier erg goed. Ja. Kan ik de tekst uitzetten?
remove. Is vanwege de wedstrijden iets later dan 5 uur.
Ja,
Wil team 16 van het promotietoernooi zich melden bij de wedstrijdtafel? Yo! Nou, ja, goedemiddag. We zijn inmiddels bij de laatste 32. De poolronde is een beetje voorbij. Er zijn nog 32 teams over, of eigenlijk iets minder, want er zijn nog een paar vrijlotingen. We kijken eventjes naar de wedstrijd aan de meest linkerkant op het Kredenoer op baan 1. Een wedstrijd van Kees Koogje. Edward Vinken en Marcel van Nieuwenhuizen. Het team van Mendel, Trine Little. Ik heb mooie polo shirtjes aan van Batavia Patank. Gefabriceerd natuurlijk in samenwerking met JDC Sport. Uit Lelystad. Waar Batavia Werf ligt. Waar dit hele toernooi ooit ontstaan is. We zijn vandaag te gast bij vereniging Lekkerjoe in Zeist. Prachtig aangeklede accommodatie, sowieso prachtige accommodatie. Banen liggen er goed bij, niet te makkelijk, niet te moeilijk. Stand in deze partij 5-2 voor het team van Menno. Van Drunen Little. Dus wij danken in ieder geval deze vereniging Lekkerjoe Zeist voor één. Een mooi toernooi. Prachtig aangekleed. En twee gastvrijheid.
dat wij hier verzorgd worden met een natje en een droogje door alle velen vrijwilligers. Dat natuurlijk top geregeld is. Wij danken ook de EHBB voor het sponsoren van de mobiele internetverbinding. Op deze manier kunnen wij in ieder geval de verbinding garanderen. We hebben ook gemerkt dat Zeist inmiddels ook in 4G-land zit. Dus we kunnen in ieder geval morgen de halve finales en de finales op een hoge kwaliteit voor jullie broadcasten thuis. Wij gaan vanaf nu de laatste loten verkopen. Dus een groot dank aan de Nederlandse Jeu de Bourbon. Die het mogelijk maakt dat wij hier samen dit kunnen doen. En er straks thuis veel mensen kunnen meekijken. Video's worden zoals altijd opgeslagen en kunnen later teruggekeken worden. Tankforum.nl. Op de grote videoknop. We zijn natuurlijk nu live, dus daar kun je op de live knop drukken. Video's worden opgeslagen op ons YouTube kanaal. Dus het makkelijkste is alles is te vinden via petankforum.nl. Dus op dit moment is nog niet helemaal bekend welke teams er allemaal nog wel in zitten en wel en niet meer in zitten. De meeste op het oog goed spelende teams zitten er zeker nog in. Andere camerabeeld is waarschijnlijk andere wedstrijd te zien hier op het Credoneur tegen een team uit België. Denk ik, weet ik eigenlijk even niet, maar dat ga ik zo even nazoeken op het forum. Alle uitslagen worden daar weer neergezet door Paul Kelchje vanuit de inmiddels bekende piloot camper van Paul Kelchje. Wacht op nummer 16 uit het promotietoernooi. Temperatuur is goed, graad of 16 is het nog wel, denk ik. Wij vermaken ons prima. Als je zo lang stil zit, is het misschien wel een beetje chilly. Maar op zich is het prima te doen. Leuk om te zien dat het toch gelukt is om weer een paar internationale teams hier naartoe te krijgen. Erbij doen, toch? Ja, dat is het. Ja, dat is het.
door gewoon een rennen te winnen. Gewoon als je de tempo raakt, dan heb je dat echt nog mee. Spelen ze nog voor 2-3 punten. Dit is niet. Je moet nog steeds een jasje van me regelen. Ja? Doe maar. Dat is een vette jasje. Ja, heel mooi. Ik heb de bijpas in een korte broek aan. Kijk. Dat soort tukken waar ze leven. Dan leven we even een jasje bestellen aan de trainingsjacht voor de Fabio. Zet trainingsjacht en dat is de Fabio. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dat je weet toch wel dat je ze zelf hebt gekocht? Ja, dat is allemaal een beetje. Wij weten dat je een creditcard hebt, dus ze gaan hier bij jou langs zijn bij ons. We gaan het weg in het geval. Begrijp je? Boeken weer. Boeken weer. Boeken weer. Ja, wil je de sponsor in trouwens open? De sponsor. Weer de feest, dat verkopen? Ja, dat kuk en blender erop. Ja, dat kuk en blender erop. Mooi, hè? In ieder geval geen opiet. KTK of zo. KTK. Oh, lekker weg. Ja, die heb ik net over met je vader. Die heb ik er net over met je vader. De putlogo mag wel op. Die vind ik een putlogo aan de muur. Ah, doe maar gewoon. Nee, doe maar hetzelfde als hun, maar ik wil bij hun horen. Dan hoor je ook bij mij, hè? Kijk, ja. Equipe nummer 40 van het promotietoernooi. Daar is opgevraagd bij de wedstrijdtafel. Ja, man. Top. Ik weet niet, dat is van die. Ja, die van Henk. Ja, die was goed. Ik heb meestal. Ik weet niet, stel je gewoon dezelfde als kind, hè? Stel je dezelfde als op, hè? Daar zit het goed. Ik kan er niet meer in kijken. Dan niet. Ja. Ik heb nog nooit een reactie. Waar is de PlayStation?
Ik heb waarschijnlijk die dingen van mijn mama.